Wie is daar? De brandweer, mevrouw. Wat is er aan de hand? Is dit uw dochter, mevrouw? Wat heeft ze nou weer uitgehaald? Ze belde ons op en zei dat er een kat in de boom zat. We kwamen, maar er was geen kat. We zagen haar staan lachen, ja, en toen was ze erbij. Daar binnen jij en vlug, jonge dame. Het spijt me erg. Voor deze keer dan. Maar let u erop dat ze het niet weer doet. Bij een echte brand... Het zal niet meer gebeuren, dat beloof ik. En bedankt voor het thuisbrengen, hoor. Naar je kamer. Dan kun je nadenken over wat je gedaan hebt. Ik mag ook nooit eens plezier hebben. Hey, jongens. Weten jullie waar ik geweest ben? Nou? Het huis van Pander, aan de andere kant van de stad. En? Ze zeggen toch dat die oude Pander een schat had verstopt, ergens in zijn huis? Ja. Ja. Nou, ik heb hem gevonden. Ga weg. De hele stad heeft al naar die schat gezocht. Het is waar. Mijn vader moest vlak voor dit huis de stoep opbreken en toen vond hij een trommel met een kaart erin. Echt waar? Waar is die schat dan? Hij zit verstopt ergens in een tree van de trap. Ik ga er zo zelf heen na het eten. Zullen we gaan kijken? En of? Nee, wacht! Wacht! Ik moet jou spreken, Jet Wielink. Hi, pap. Jet, een neptelefoontje naar de brandweer is een heel ernstige zaak. Maar het was toch maar een grapje? Het is niet grappig om brandweermannen van hun werk te houden. Blijf jij vanavond maar mooi op je kamer. Dan kun je zien hoe grappig dat is. Jets vader heeft gelijk. En hij weet nog niet eens dat Charlie en Henk op dit moment naar dat oude huis gaan. Dat kon wel eens gevaarlijk zijn. Ik denk dat we hiervoor de hulp van onze neven nodig hebben. Kom op! Jet heeft twee jongens naar een oude bouwval gestuurd. Dan komen we helpen. We moeten die jongens eruit halen, hoor. En vlug op! Wat griezelig. Laten we teruggaan. Maar als er echt een schat is. Nee hoor. Wat was dat? Oh, dat was een uil, denk ik. Daar is de trap. Kom mee, joh. Kijk uit, een losse tree. Waar zijn we? Ik weet het niet, maar het bevalt me niks. We moeten hier vandaan. Daar is een deur, daarboven. Op slot. Een raam. Er zitten tralies voor. Ik weet wat. We moeten een touw zoeken. Dan klimmen we naar boven. Het zit dicht. Gevangen. Ik mag ook nooit eens wat. Oh, jawel. Maar niet ten koste van anderen. Wie zijn jullie? Wij zijn de troetelneefjes. En wij de troetelbeertjes. We komen je helpen. Hoezo mij helpen? Door jouw verzinsels zijn jij en je vrienden in moeilijkheden. Maar het is zo leuk, die nepavonturen. Ja, maar Henk en Charlie kunnen gevaar lopen door die verhalen van jou. Wat bedoel je? Kom maar mee, dan kun je het zien.
Er kraakte alleen maar een plankje. Jee, wat een griezelhuis. Het lijkt het kasteel van professor Koudhart wel. Het is niet zo mooi als dit, maar je kunt er in elk geval... Eerlijk Beer! Eerlijk Beer! Hey, waar is iedereen gebleven? Wacht, ik ga wel zoeken. Ik zit gewoon in een soort dynamo. Je hebt een vaas op je kop, Eerlijk Beertje. Trekken, jongens! Is dat niet wat overdreven, kampioen Beer? Hé, hey, wat is er met Hartebeertje gebeurd? En met Jet? Zeg, waar zou dit op uitkomen? Ik hoop op straat. Dit is het echte avontuur, Jet. Je vriendjes helpen. Kunnen we niet beter teruggaan? Nee, zeker niet. De beste weg is toch meestal regelrecht op je doel afgaan. Ja, nou moeten we en Hartebeertje en Jet en haar vrienden zoeken. Het gaat vlugger als we ons opsplitsen. Eerlijk Beer, jij en hondje Trouwhart kijken boven. Kampioenbeer en ik blijven hier. Ik zoek wel in de kelder. Die trap is volgens mij niet erg betrouwbaar. Dat is zo. We kunnen beter een ballon nemen. Jij die kant op en dan ga ik die kant. Laten we maar samen blijven. Jet en... Ik ben Hartebeer en we komen jullie redden. Volgens mij moeten jullie zelf gered worden. Ik bracht jullie hier en ik breng jullie er ook weer uit. Prima, Jet. Wat doen we? Help! 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 Daar zijn ze! En Jet is er ook bij. We zijn hier! We halen jullie eruit! Als we nou weten hoe ze daar terechtkwamen, konden wij er ook komen. Goed idee, Wasje Wijshart. Gevonden! Hier naar boven. Hier zijn we ze kwijtgeraakt. Als Hartebeer en Jet zo tegen deze muur opbotsten... dan kwamen ze ook zo naar binnen. Zou het toch ver zijn? Ik ben back af. Ik ook. Het gaat niet. Het is veel te steil. Hallo, daar beneden. We kunnen er niet uit. Een duidelijk geval voor de troeteltruc. 3, 2, 1, troetelberenstraat. Ik was wel kwaad dat je het allemaal verzonnen had. Maar bedankt, hoor, voor je hulp. Als ik het hele verhaal niet bedacht had, dan zouden jullie niet zo vreselijk gevallen zijn. Ik heb in elk geval mijn lesje geleerd. Goh, ik wist niet dat verhalen verzinnen zo stom kon zijn. Als ik dit thuis aan papa en mama vertel... Oh nee, die geloven me nooit. Thank you.
Sjaken dromen van geloven in mensen voor kussen met lachen bij degene die je vindt. Dan merk je smiddags, avonds, elk moment is een goed moment voor nog een vriend. Kun je dus houden van zorgen voor elke pijn, denken dat geven om man, vrouw of kind. Dan merk je smiddags, avonds, elk moment is een goed moment voor nog een vriend. Als je kunt dromen van geloven in wensen voor kussen met lachen bij degene die je vindt. Dan merk je smiddags, avonds, elk moment is een goed moment voor nog een vriend. Kun je dus houden van zorgen voor elke wijn.